Geert Arendt, Roorda, ja, jij komt over van Heerenveen. Ja. Om daar even op te beginnen, je bent natuurlijk afkomstig uit Friesland. Is dat niet enorm een teleurstelling voor jou geweest hoe dat de laatste 2 jaar met name daar zo is afgelopen? Ja, zeker. Tuurlijk, als je ergens bij een club speelt, wil je altijd slagen. En dan wil je altijd, altijd spelen en altijd doelpunten maken en wedstrijden winnen. En als, als je daar op een of andere manier in wordt gehinderd of verhinderd, ja, dan is dat natuurlijk altijd teleurstellend. De stap naar NEC toe voor jou. Hoe zie je dat dan echt? Los natuurlijk van het feit wat daar in Heerenveen gebeurd is. Ik zie het voor mezelf als een stap omhoog. Omdat ik voor mijn gevoel een betere kans krijg om mezelf te laten zien. En veel vertrouwen in mij uit is gesproken. En dat gevoel, daar ben je altijd naar op zoek als voetballer. Supporters zijn blij dat je er bent. Je zegt het zelf al, hè, van vertrouwen uitgesproken. Ja. Wat kun jij toevoegen aan dit NEC? Dat is altijd een lastige vraag natuurlijk. Ik probeer natuurlijk zo belangrijk mogelijk voor het team te zijn. In die zin natuurlijk in het voetballen tempo omhoog te gooien. En ook mijn doelpuntjes mee te pikken en assist af te leveren. En ik denk, dat ik in die zin mijn toegevoegde waarde moet laten zien. En ze heeft natuurlijk ook Evander Snow gehaald. Dat is een aardige jongen om naast te spelen, denk ik, zoals vandaag. Ja, zeker. Ik ken de Evander al. Ik heb met hem ook gespeeld bij Jong Oranje. En ik weet wat hij kan. En hij heeft zich afgelopen jaar heel goed laten zien bij RKC. En ja, het was ook duidelijk dat hij natuurlijk eigenlijk wat te goed is voor daar. En ik hoop dat hij hier een hele belangrijke rol ook kan vervullen in ons elftal. Wat maakt NEC voor jou bijzonder om voor deze club te gekozen en te kiezen? Ik vind NEC sowieso een hele warme club, een leuke club met het stadion wat eigenlijk altijd gevuld is. En de manier van voetballen staat me erg aan natuurlijk. Proberen via een goed positiespel kansen te creëren en met vooral een aanvallende instelling. En ja, ik denk dat ik daar het best op mijn recht kom. En vandaar natuurlijk ook dat deze keuze, dat heeft zeker meegedeeld in de keuze. Ja, NEC natuurlijk afgelopen jaar een goed seizoen gedraaid, 8e plek. Geloof jij ook weer in een nieuw seizoen van, dat zit er wel in? Ja, tuurlijk. Ik ben natuurlijk ambitieus. Zoals iedereen. En we hebben een goede selectie. Alleen we moeten het gewoon laten zien in de wedstrijden. En, ik kan eigenlijk niet wachten tot het competitie begint.